Wij zijn met Lena naar de spoed gereden in het ziekenhuis. The way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, 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 holy. Op dit moment zitten wij in het veiligcentrum. Ja. En gaan we dadelijk spelen bij de binnenspeeltuin. En nu gaan we heel even snel een broodje eten bij Joe and the Juice. Dat is echt zo lekker hier. Kindjes zitten ook aan tafel. Maar we hebben allemaal een beetje honger. Dus ik ga heel eventjes iets aan hun geven. Hier, Lee. Lee. Ja. Lee. Een die. Een die. Zeg eens eten. Eten. Goed zo, eten. Eten. Papa bestaat. We gaan direct naar de speeltuin, indoor speeltuin. Vanavond gaan we lekker sushi bestellen als de kinderen op bed liggen. Dus het is een lekkere, leuke zondag. En lekker rustig. Ik hoop dat voor jullie in Nederland ook snel deze dingetjes allemaal open gaan. Want het lijkt me echt vreselijk om gewoon deze dingen niet te kunnen doen, eerlijk gezegd. Dus ik ben blij dat wij het nog wel kunnen doen. En nu gaan we eventjes lekker genieten van een broodje en een shake. Goedemorgen nog. Ja, het is nog ochtend. Ik heb Levintje naar school gebracht. En het is nu iets van 10 uur of zo, denk ik. Leentje is eventjes aan het eten. En ik heb net een wasje aangezet. Ik heb heel de bank, hoe ze erin gegooid, om die ook eens een keertje te wassen. Want die zijn een partij vies met eten erop, drinkvlekken erop, noem maar op. Dus die ben ik nu even aan het wassen. En vandaag wordt eigenlijk gewoon echt een hele dag vol opruimen, wassen, schoonmaken. Want morgen komt er iemand langs, of in ieder geval iemand bij ons. Nog niet zeggen wie, maar dat zien jullie morgen. En ik ga daar nog heel eventjes snel naar het centrum, want ik moet nog heel eventjes bij zo'n soort actionwinkel wat schoonmaakspulletjes hebben. Ja, ik wil eigenlijk een paar van die doosjes waar ik gewoon rotzooi in kan doen, weet je wel. Nu ligt eigenlijk alles maar gewoon op tafel, maar ik wil eigenlijk een beetje leuke mandjes of zo vinden. Dus ja, dat ga ik zo allemaal eventjes doen nadat Leen geslapen heeft. En dan is het ook alweer bijna tijd om Leveen op te halen. Anthony is naar een voetbalwedstrijd. Die heeft hij vanavond. Dus die kunnen we vanavond ook nog eventjes gaan kijken lekker thuis. En ja, het is mooi weer. Het is wel een klein beetje frisjes, maar in de zon is het echt alles zo lekker. Leentje, kom, we gaan. Oh, kijk eens hoe knap met je mooie tas. Gaan we naar broer? En smoothie drinken? Ja? Zo knap. Goedemorgen, het is de volgende dag. Ik heb net gedoucht. Mijn haar eventjes lekker gefeund en heel klein beetje bronzer op mijn gezicht gedaan. En natuurlijk concealer voor de wallen. Maar het is middag, ja. Het is iets van 1:30, 1:45. Oh, Cas. Het is iets van 1:45 of zo. We gaan zo eventjes boodschappen halen en vandaag komt er dus iemand naar ons toe met het vliegtuig en dat is Leveen.
Wie komt er vandaag? Mama. Vertel in de camera. Wie komt er vandaag? Oma. Oma. Ja. Oh, mijn schoonmoeder komt vandaag dus. Dat is een grote verrassing voor Levin. Hij weet het wel, maar hij weet natuurlijk helemaal nog niet echt. Of het tijdsbesef en zo nog helemaal niet. Dus ik ga dadelijk eventjes lasagne maken. En als ze dan straks hier is, kan ze ook nog lasagne opwarmen als ze misschien wat honger heeft. Anthony is nu trainen. Die moest pas trainen om 2:30. Omdat hij gisteravond heel laat thuis was van een wedstrijd. Dus ja, het is eigenlijk, we hebben een hele rustige ochtend gehad. Kindjes hebben uitgeslapen tot, Lié tot 8:50, Levin tot 9:15. Dus echt, oh, ik voel me zo goed. Helemaal, echt helemaal relaxed ben ik ervan. Doe maar goed mixen. Zal mama een klein beetje helpen? Jawel, want anders duurt het een beetje te lang. We moeten een beetje mix. Kijk, dan wordt het dadelijk hele dikke beslag. Nee, mama. Goed, toch? Levin, wil jij een eigen kookprogramma? Ja. Op mama's kanaal? Ja. Oké. Okay. Moet je wel een beetje doorroeren, schatje. Ruikt het lekker? Mama. Boter? Ja. Ja. En daar, mama. En wat zit er nog meer in? Ei. Ei? Nee, ei. Nee, ei heb je al geroerd. Kijk, en nou komt er nog iets bij. Zeg maar bloem moet er ook bij. Ja, een bloem om te ruiken. Ik dan, mama. Oh, oké. Okay. Ja, nou is goed. Gaat in de oven. Klaar. Doe maar terug. Doe maar proeven. Ik ga ze zelf ook even proeven natuurlijk. Kijk, dit zijn ze geworden. Nou, er zit zelfs zo'n klein laagje overheen. Ik weet niet of je het kan zien. Heb je wel goed gedaan, kleine boef. Lekker, het smaakt gewoon naar chocolade. Kijk, ja. Het is alweer even later en ik ben back off. Het is super mooi weer buiten nog. Ik ga jullie het even laten zien. Kijk hoe mooi. Ik hou echt zo van dit uitzicht. Super mooi. Maar de kamer is weer omgetoverd. Het bedje is een beetje meer naar het raam. En het opblaasbed staat er ook weer opgemaakt. Niet gestreken, dat doe ik niet aan. En ja, Leeetje gaat nu naar bed, want het is 7:45. En dan hou ik Levin wakker tot... Sylvia hier is en dan gaat hij ook daarna meteen naar bed. Nee, oma. Ja? Nee, oma. Hey. Dat is oma. Ja, oma kwam in de auto. Oma hier.
Hij gaat je kamer laten zien. Goedemiddag, wij zitten al bij een wafeltentje. En Sylvia is nu heel even met de kindjes aan het spelen. En ik ben met Anthony aan het wachten op de wafels. We hebben allemaal een wafel besteld met, ijs en slagroom erop. En dat is een soort van lunch. Het zonnetje schijnt hier vandaag, dus het is echt heel lekker weer. Maar alsnog een klein beetje frisjes. Dus ja, het is gezellig. Nou, we hebben net een challenge gedaan. En die ga ik zo laten zien. Maar... maar daarin... Zie je wel... Zie je wel heel duidelijk wie de winnaar is. 3, 2, 1, go! Wel lekker gemaakt. Huh? Dat is die spicy. Is dat die spicy? Ja. En dit is de deluxe. Oh, dit is tempura. Oh. We zijn even later. We hebben sushi gegeten. Kindjes zijn in bad geweest. Althans, Lié. Levin zit nu in bad. En ik heb net een filmpje bewerkt. En dat is zo hilarisch. Dat is dus die runaway challenge. En eigenlijk doen ze die met honden. Dat je dan... De hond in het midden laat zitten en dan kiest die baasje, zeg maar. Maar je kan het dus ook met kinderen doen en dat hadden wij gedaan. En het is vrij duidelijk wie de winnaar is, maar dat wist ik natuurlijk al van tevoren. Dus dat was wel eventjes grappig vanmiddag. Oh, lieve baby. Ja. Oh. Papa. Ja. 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 Ach, baby. Oh, mama ook knuffel? Ja, zo lief. Oh, lieve baby. Ja, wil je hem weer terug? Ja, jouw baby. Ja. Oh. Ja. Goedemorgen. Ik sta nu in Angelholm. Ik ben ietsjes te vroeg, een kwartiertje. Dus ik wacht maar beter gewoon eventjes netjes tot de afgesproken tijd. Maar ik heb een bedje gekocht voor Levin. Echt een heel leuk IKEA bedje. En deze mensen hadden hem online gezet. En na 2 maanden gaan ze hem weer wegdoen. En ja, hij zag er op de foto gewoon super nieuw uit. En ik koop gewoon de buitenkant van een bedje. Het matras koop ik gewoon nog nieuw. Dus ik ga heel eventjes kijken of hij niet te veel beschadigingen heeft. En dan ga ik hem meenemen. Ik heb al de bank plat gegooid. Ja, het is natuurlijk zo, wij verhuizen zo vaak. En om dan elke keer helemaal nieuwe spulletjes te kopen. En weet je, uiteindelijk de IKEA dingen, als je die heel tijd in en uit elkaar schroeft, dan... wordt het er ook niet echt beter op. Dus dan heb ik zoiets bij mezelf van, ja, moet ik dan een heel nieuw frame van een bedje kopen? Of kan ik beter gewoon eentje kopen die maar 2 maanden gebruikt is? Want ja, we weten natuurlijk ook weer niet hoe lang we hier zitten en hoeveel ruimte we hebben om alles mee te nemen. Dus ik ga in ieder geval kijken voor een nieuw bedje voor Levin. Dus dan krijgt hij gewoon een peuterbed. En dat voelt zo raar, want je sluit zeg maar gewoon een... Ik weet niet, een periode af van echt dat hij in dat babybedje heeft gelegen. En dan nu ineens naar een groot bed gaat. Dus het bedje gaat niet weg trouwens, want die gaat naar Lié met het matrasje. Omdat het gewoon een supergoed bed is. Dus, maar toch, weet je, Levin heeft er altijd in gelegen. En dat is gewoon, het is gewoon spannend. Dus dat ga ik zo halen. En
En dan rij ik naar huis, ga ik hem in elkaar zetten. Dan ga ik alweer de oppas ophalen. Want we hebben 2 kaartjes gekregen om bij Anthony's wedstrijd te kijken. Ze gaan een beetje versoepelen nu met de wedstrijden hier. Dus er mogen nu een paar mensen komen. En dan volgende maand mag er al echt veel komen. Maar je zit nog wel steeds achter een glazen soort wand aan een tafel met meerdere mensen, geloof ik. Maar dan allemaal een beetje uit elkaar. Ja, het is natuurlijk de eerste keer dat ik ook naar de wedstrijd kan kijken sinds ik hier ben. En we zijn hier nu precies een jaar. Ben ik hier nu, ja. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik ook weer eens een keertje kan gaan kijken bij de voetbal. En dan hoop ik natuurlijk ook dat ze gaan winnen. Want het zal helemaal leuk zijn als we er dan ook bij zijn. Dus ja, het is nu 11 uur. Bijna 11 uur. Dus ik rij in ieder geval alvast gewoon naar dat huis toe. Goed, ik heb vandaag eigenlijk helemaal niet echt meer gefilmd. Maar we waren een wedstrijd gaan kijken. De oppas was al eventjes geweest. Oei. De oppas was eventjes geweest. En ja, dat hebben we gedaan. En net hebben we... Ja, dit is dus het opblaasbed. Die hebben we heel eventjes omhoog gezet. Maar we hebben net Leveen zijn bed naar zijn kamer getild. Kijk hoe leuk. Helemaal van voetballetjes. Dus... Als het andere opblaasbed weg is, zou ik het wel iets meer naar het midden schuiven. Ik ben nu even lekker avondeten aan het maken. We eten hamburgertjes met aardappeltjes uit de oven. En wat kaas, komkommers. En deze. Ja, mama. Mama, bij jou liggen? Oké, zo gezellig. Mama, nu ja. Wat? Ja. Doe jij die kant op, maar deze kant. Ja. Het is ondertussen middag. Ik heb vanmorgen niet gefilmd. Wij zijn met Liena naar de spoed gereden in het ziekenhuis omdat zij een hele grote snee in haar hand heeft. En die is gehecht met 6 hechtingen. Dus ja, dat is niet niks voor zo'n klein handje. Ik heb ook helemaal niet eraan gedacht, ik ben er niet mee bezig geweest om überhaupt maar die camera te pakken en mee te nemen. Want ik was in paniek en zulke dingen wil ik ook absoluut niet filmen omdat het gewoon, ja, ik zou zulke dingen niet filmen. Ja, ze heeft nu, nou eigenlijk gaat het met haarzelf gewoon prima zoals je ziet. Maar ze heeft dus om haar handje verband zitten. En daar zitten dus 6 hechtingen, want het is echt zeg maar zo van daar naar daar. En het is echt ongeveer zo'n stuk waar ze zich aan gesneden heeft. Het was dus een lasagne glazen bak en er zat dus een stukje uit. Ik dacht die kan ik nog wel gebruiken. Ja, regen. Ik dacht, die kan ik nog wel gebruiken. En ze wil iets pakken uit een la. En ze schaaft er zo langs af. En ja, de hele hand half, ja, bovenop gewoon open. Maar als je gewoon aan dat stukje voelde wat er af was, was het ook niet scherp. Maar ze heeft het gewoon echt zo hard gedaan blijkbaar. Ja, dat was dus wel... Ja, was even schrikken, hè, Leveen? Ja. Ja, had Sussie een beetje ouw? Ja. En is het nu weer oké met Sussie? Ja, daar. Ja, dus we zaten in het ziekenhuis. Anthony is meegegaan, want ik kan dat gewoon echt niet. Kan ik niet aan. Dat vind ik echt heel erg. Dus Anthony is gelukkig meegegaan. En ja, verdoving en 6 hechtingen een weekje aankijken. En dan mag het er ook uit. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje meevalt. Maar goed, mijn schoonmoeder is nu de auto halen en dan gaan we naar het Palacentrum. We gaan even een cadeautje kopen voor deze kleine, stoere boefie. Ja, mama! Oké, het is even later. Een paar uur later al, ik heb helemaal niet meer gefilmd. We waren nog even naar het Palacentrum gegaan en we hadden nog even wat basic dingetjes gekocht voor de kindjes. Wat wel leuk is, kleren. Verder... Was het gewoon een hele nare dag. Ik had natuurlijk verteld vanmorgen over Lie haar hand. Wat overigens
heel goed gaat. Die is echt een kleine bikkel, want ze heeft de hele dag niet omgehuild. Ze heeft maar één paracetamol gehad tot nu toe. Hi. Wat ben je aan het doen? Mag ik jouw handje eens zien? Laat eens je handje zien. Oh. Ja, weet ik. Wat ze het ook te doen. Nee. Dus ik ga bij deze mijn weekvlog afsluiten. Het was een hele chaotische week. Maar wel heel veel leuke dingen zijn er ook gebeurd. Maar ook natuurlijk Lee haar handje. En ja, het heeft me best wel geraakt. En ik ben er wel heel de dag mee bezig. Ze is zelf echt een kleine bikkel. Want ze speelt en ze doet alsof er niks gebeurd is. Alleen ze trekt constant het verbandje eraf. En dan zie je 6 hechtingen. Wat natuurlijk heel veel is voor zo'n klein hondje. Ja. Dus het is wel heel erg confronterend. Maar goed. Ik zie jullie volgende week weer. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei.